ben Alain, 52 jaar, chef-kok. En ik ben Yves, 54 jaar en ik werk in een bank. Voor ons was het eigenlijk, we hadden al twee keer gekocht, maar toch bleven we zoeken naar onze droomwoning, wat niet makkelijk is, maar op een bepaald moment... Zijn wij eigenlijk hier de golf is binnengereden. Wij rijden hier wel eens een paar keren aan voorbij. Maar we dachten ook zo van, ja, dat is privédomein, daar mogen wij niet binnen. Dus toch eens een keer binnengereden. En dan dachten wij, amai, dat is hier prachtig en allemaal mooi onderhouden. En wij dachten ook van, ja, dat is hier geen spek voor onze bek. Tot onze volgende vakantie zijn wij terug hier binnengereden en dan zagen wij het kantoor van Zetjating. Dan zijn wij gestopt en dan zagen wij eigenlijk de prijzen die echt wel best meevielen qua toch de ligging dat je hebt. En ja, voor ik het wist stond ik binnen en werd ik heel spontaan onthaald door Tané toen, dat weet ik nog, Tané. Wij waren toen eigenlijk oorspronkelijk op zoek naar eigenlijk een huis. Maar dan zitten wij eigenlijk in de villa's die er te koop staan. Dus dat is natuurlijk een ander budget dat wij in gedachten hadden. En Tané stelde eigenlijk voor om diezelfde dag een appartement te bekijken. En ja, toen... We waren onder de indruk. Ja. Ook van de grote, van al wat je kreeg. Voor uw budget eigenlijk, hè? En het zicht, hè. Wij zitten eerste rij golf. En ja, dat zicht, ja, dat is onbetaalbaar, hè. Eigenlijk. Hadden we dan eigenlijk onze droomwoning gevonden, hè? We hadden eerder al met twee andere agenten gewerkt, hè, bij onze vorige aankoop. En die waren ook goed. Maar wat we dan ondertussen gemerkt hebben, er is goed en er is bijna perfect. Perfectie. En ja, Zetjating springt eruit wat... professionalisme betreft. We zijn heel goed ontvangen, heel correct hebben ze ons begeleid. Niet opdringerig, wat dat wij ook heel belangrijk vonden. En wat dat we ook enorm, wat dat ons enorm opviel, was de dienstverlening en de assistentie dat we kregen nadat de aankoop al achter de rug was. En voor ons is dat ook iets waardoor dat ze zich onderscheiden met andere makelaars. Ook de personal touch, hè? Ja, bij het betreden van de eerste keer van ons appartement dan, stond er een kaartje, een persoonlijk kaartje klaar en twee flessen cava en twee glaasjes erbij. Er was een poetsdienst gepasseerd? En een poetsdienst was ook gepasseerd, dus ja, dat maakt het beeldje eigenlijk helemaal compleet, hè? Ja. Personal touch. En een perfecte service. En ja, in één woord, dat is Zetjating. In diverse talen, en zeker ook in het Nederlands. En misschien, ik weet het niet, misschien ook in het Antwerps. Hè. Nee, wat ons betreft, als iemand iets zoekt in deze streek, in Spanje, absoluut binnenstappen bij Zetjating. MUZIEK